John Gaarsbeek heeft vroeger door heel Europa gespeeld met de band Teach In. Nog even gepassioneerd als vroeger treedt hij nu op in bejaardencentra. Hij doet het samen met zangeres Alexandra de Vries. Zij spelen daar bekende oude nummers. En natuurlijk mag Dingedong daarbij niet ontbreken. Ja, nou ja, we hadden natuurlijk een verschrikkelijk goed liedje. Dat is gebleken. Dingedong is natuurlijk een fantastisch goed stuk. Nederland heeft niet weer gewonnen, ondanks dat het natuurlijk geweldige goede artiesten, zangers en zangeressen waren. Maar doordat het nou in heel Europa is, de smaak van de mensen in de andere landen is duidelijk anders muzikaal gezien. Ik denk dat dat misschien wel een reden is. Maar ik heb gisteren gekeken en Douwe Bob was een verademing tussen al het geweld wat er voorbij kwam. Helemaal te gek. Ik had het nog niet gehoord. Ik heb de laatste tijd helemaal geen radio gehoord. En super melodie. Hij ziet er fantastisch uit. Hij is sympathiek. Hij speelt met het publiek. Waanzinnig goede stem. Ja, ik vind hem gewoon nummer 1. Kreeg je door Douwe Bob nog herinneringen aan vroeger? Maar natuurlijk. Ik heb hier plakboeken vol. Ik heb wat gouden platen aan de muur hangen. Ik heb natuurlijk heel veel. Ik heb veel gefilmd zelf. En niet dat ik dat iedere dag bekijk natuurlijk. Maar natuurlijk als je daar naar kijkt, dat gaat gewoon door, dat gevoel. Hoe was het om deel te nemen aan het Songfestival? Ja, dat kan ik natuurlijk vertellen. En moet je zeggen, dat is eenmalig geweldig. Toen we hadden gewonnen, hadden we er niet eens door van, weet je wel dat we gewonnen hebben. We hebben het Songfestival gewonnen in Europa. Ja, dat was echt super, super, super. Helemaal te gek. When you pick a flower, even when your lover is gone.